Goedemiddag allemaal. Ik mag jullie verwelkomen weer bij een UHD-lezing in de serie van de UHD-lezingen van het Speerpunt Kanker. Waar we proberen ons net zoals een olievlek uit te breiden naar de buren. En zoals jullie zo meteen kunnen zien van het Prinses Maxima Centrum, mag ik verwelkomen Dr. Patrick Kemmeren, UHD, die ons iets zal vertellen over bioinformatica en big data. Patrick heeft in Utrecht zijn PhD gedaan, 2005, heeft dan zijn scientific credits gehaald en dat is te zien door in Veni en ook door in Vidi. Dus heeft op deze manier echt expertise op kunnen bouwen en heeft dan de grote uitdaging gewaagd naar een centrum naartoe te gaan waar ik echt onder indruk ben dat het is gebeurd, waar al kankerzorg in Nederland is geconcentreerd. En een van de grote winsten volgens mij is dat je heel veel informatie op één plek kan verzamelen en op deze manier dan ook mensen moet hebben die met big data kunnen omgaan. Nou, dat is een geweldig initiatief wat jij bent begonnen en volgens mij ook een avontuur waar je mee bezig bent. Welkom ook weer terug in het UMC Utrecht, mag ik zeggen. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Okay. Dankjewel Jurgen voor deze mooie woorden. En zoals ook even in de introductie aangegeven, ben ik 5 jaar geleden begonnen bij het Prinses Maxima Centrum voor Kindoncologie. En wat ik in dit verhaal wil doen, is eigenlijk even laten zien hoe in de afgelopen 5 jaar de data en de data-infrastructuur opgebouwd hebben om te komen tot een dataset die we kunnen gebruiken voor heel geavanceerde data-analyses. En vervolgens met een drietal voorbeelden wil laten zien hoe we dat dan in de praktijk gebruiken en wat de impact daarvan is. En voordat ik dat doe, wil ik toch even een aantal begrippen introduceren. En ook aangeven dat op een aantal slides zullen een aantal van deze QR-codes staan, waar je eventueel nog maar meer informatie kan opzoeken. Eventueel voor ouders of voor onderzoekers, afhankelijk van de content. Die komen dus terug op een aantal van deze slides en kunnen ze gebruikt worden voor meer informatie op te zoeken. Om even dan terug te gaan naar die begrippen. DNA en bioinformatica, dat zijn begrippen die in mijn presentatie heel veel zullen voorkomen. Dus ik wil die toch even toelichten. En het begint met het menselijk lichaam. Dus in ons onderzoek naar kinderkanker gebruiken wij uiteraard cellen vanuit het menselijk lichaam. En het lichaam is opgebouwd uit vele miljarden cellen. En deze cellen vormen vervolgens weer allerlei verschillende organen, zoals de hart, de lever of de nieren. Iedere cel bevat dan weer het DNA. En het DNA bestaat uit 3 miljard letters, waar dus alle informatie of de instructies opgeschreven zijn om deze cellen te kunnen maken. En in het DNA zitten dan ook weer de verschillende genen die vertaald worden naar eiwitten. En de activiteit van deze genen en deze eiwitten, dat bepaalt of een cel een hersencel is, of een spiercel of een niercel. En dat DNA, wat dus die 3 miljard letters bevat, heeft eigenlijk maar 4 mogelijkheden: A, C, G of T. En die letters kunnen we aflezen met zogenaamde sequencen. En op het moment dat we dat doen, halen we die letters eigenlijk uit de cel stoppen dat in de computer. En dan start eigenlijk ook de bioinformatica, waarmee we dus die data die we op de computer hebben staan kunnen analyseren, patronen herkennen met behulp van allerlei applicaties en algoritmes die we ontwikkelen als bioinformatici. Twee andere concepten die terug zullen komen in de presentatie gaat over genomics en whole exome, whole genome sequencing. Genomics is een overkoepelend begrip waarbij we feiten op grote schaal de volgorde van die DNA-letters in kaart brengen. En dat kunnen we doen bijvoorbeeld met whole exome sequencing, waar we ongeveer 2% van de DNA bekijken. En met whole genome sequencing, waar we dus naar alle 3 miljard letters kijken van de DNA. En in één cel, al die 3 miljard letters, noemen we ook wel het genoom. En op dat genoom zitten ongeveer 15.000 genen en bestaat dus uit die 3 miljard letters. Op de computer omvat dat ongeveer een 300 gigabyte aan data. Nou, al deze letters die we dus willen aflezen, kunnen we dus met behulp van sequencing doen. En om toch even heel kort erbij stil te staan, wat we doen, we halen dat DNA uit die cellen op het moment dat we willen kijken naar de DNA-afwijkingen. En we halen het RNA uit die cellen op het moment dat we willen kijken naar de activiteit van die genen die daar plaatsvinden. En met de sequencer knippen we dat dan in kleine stukjes kunnen we dat daarna aflezen en weer opnieuw in elkaar zetten als een soort grote puzzelstuk. Een heel belangrijk onderdeel van het werk wat wij doen binnen mijn groep, maar ook gewoon breder in kinderkanker en ook volwassenenkanker, is dat we eigenlijk het vergelijken van die DNA-codes. Daarmee willen we weten welke
DNA-letters komen voor in het tumorweefsel en welke DNA-letters komen voor in het normale weefsel. En dat vergelijken we dan. Dus in feite speuren we daarmee door 3 miljard letters naar verschillen tussen die kankercellen en de gezonde cellen. En het kan zijn dat het enkele letters zijn die afwijken, zoals in dit voorbeeld waarbij deze T een C geworden is. Maar het kan ook zijn dat dat grotere afwijkingen zijn waarbij bijvoorbeeld stukken gedupliceerd zijn of helemaal door elkaar gewisseld zijn. Binnen mijn groep zijn we heel erg sterk technologie gedreven. En het onderzoek wat wij doen, wordt dus ook in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de data en de data-infrastructuur die we hebben, die we tot onze beschikking hebben. En vandaar dat we ook daar dus heel veel in geïnvesteerd hebben, ook voor ons eigen onderzoek, maar ook voor het onderzoek breder in het Prinses Máxima Centrum. Elementen die heel erg sterk terugkomen binnen mijn groep, focussen zich met name op de data-infrastructuur die nodig is om klinische data te ontsluiten voor onderzoektdoeleinden, bioinformatica die we, analyses die we doen in de context van de biobank, en ook beleid rondom datamanagement en hoe we omgaan met de verschillende databronnen. Tegelijkertijd gebruiken we deze data-infrastructuur dus voor verschillende projecten binnen mijn groep, maar ook daarbuiten, waarbij we dus binnen mijn groep onderwerpen hebben van basaal onderzoek via translationeel onderzoek en uiteindelijk ook klinische toepasbaarheid. Een aantal voorbeelden daarvan zal ik gedurende deze presentatie gaan laten zien. Daar ga ik nu niet op in, maar die wil ik zo direct wel even terug laten komen. Maar eerst wil ik wat meer vertellen over de technologiekant die binnen mijn groep gedreven wordt. En dat begon eigenlijk allemaal een paar jaar geleden met het opzetten van de data-infrastructuur voor de biobank. Dus we hebben daarvoor de biobank gebruikt als een heel goed praktijkvoorbeeld om de benodigde data en data-infrastructuur op te zetten. Wat doen we nu in de biobank? In feite verzamelen we daar zoveel mogelijk tumormateriaal en data om daar onderzoek mee te kunnen doen. En om dat te kunnen doen vragen wij dus alle ouders voor toestemming om dat materiaal en de data te mogen gebruiken voor onderzoekdoeleinden. Nou, op het moment dat we daar toestemming voor krijgen, wordt het materiaal opgeslagen in bijvoorbeeld vriezers zoals deze, waar dat opgeslagen wordt in vloeibare stikstof. Maar tegelijkertijd, en dat is waar ik mij op gericht heb, hebben we dus ook een data-infrastructuur nodig die dat goed ondersteunt, zodat we door de tijd heen van een patiënt meerdere materialen kunnen afnemen en dat ook goed kunnen registreren. Als we dan kijken, wat zijn dan de stappen die daarbij betrokken zijn? Het zijn eigenlijk een aantal basale stappen. Ze beginnen met het kind wat binnenkomt bij ons in het ziekenhuis. Dan vinden een aantal registraties plaats, waardoor we gewoon informatie kunnen opslaan in het elektronisch patiëntendossier. Vervolgens wordt het materiaal afgenomen in de zorg, bijvoorbeeld bloed of urine, of tijdens de chirurgie, als we het hebben over een biopt, wat van het tumormateriaal genomen wordt. En wordt dan opgewerkt in het diagnostisch lab, waar dan het materiaal verder opgewerkt wordt en opgeslagen wordt in het biobank informatiesysteem. Vervolgens gaan wij daarmee aan de slag met de DNA-data, RNA-data in de bioinformatica, en analyseren dat en slaan ook die gegevens weer op in informatiemanagement systemen die we voor de bioinformatica gebruiken. En kunnen vervolgens de data gebruiken voor verder vervolgonderzoek. Onderdeel daarvan is dus ook dat we het DNA bestuderen, of eigenlijk de DNA-afwijkingen bestuderen. Dat doen we enerzijds voor diagnostiek, waar we dus op basis van die whole exome sequencing, dus naar 2% van het DNA kijken, tegelijkertijd ook met RNA sequencing en DNA-methylatie kijken naar de activiteit van die verschillende genen. En aan de andere kant, op het moment dat ouders dus toestemming gegeven hebben en we het ook mogen gebruiken voor onderzoek, voegen we daar ook whole genome sequencing aan toe, waar we dus naar al het DNA kijken van de kankercellen. En dan kunnen we ook de data die gegenereerd is voor diagnostiek hergebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Nou, de platform of de datalandschap wat daarvoor nodig is, bestaat dus eigenlijk een aantal verschillende onderdelen. Dat wil ik eigenlijk gedurende het eerste deel van die presentatie daar ook even doorheen nemen. Dus we beginnen bij het elektronisch patiëntendossier, waar we dus de klinische informatie verzamelen van de verschillende patiënten en beschikbaar stellen voor onderzoek. Uiteraard verzamelen we ook allerlei informatie over het materiaal in het diagnostisch lab en slaan we op in informatiemanagementsystemen daar. Dat wordt verrijkt met informatie over het biobankmateriaal en komt vervolgens bij elkaar in een data-integratielaag waar we dus die data bij elkaar brengen en ook via een interface genaamd Glowing Bear beschikbaar stellen voor onderzoekers. Tevens verrijken we dus vanuit de genomics, dus de sequencing data en de bioinformatica, verrijken we die gegevens met allerlei informatie over de DNA-afwijkingen die aanwezig zijn en die we opgeslagen hebben in dit soort informatiemanagement systemen. Ik wil een aantal, tijdens het opzetten van dit systeem, zijn we eigenlijk begonnen met een viertal uitgangspunten, of essentiële eigenschappen die wij heel belangrijk vonden en die nodig zijn om dit soort data goed te kunnen gebruiken en te kunnen koppelen. De eerste punt is dat er unieke identifiers moeten zijn van de verschillende elementen in de data over de verschillende databronnen heen, zodat je makkelijk data kan koppelen tussen de verschillende databronnen en die data ook kan integreren met elkaar.
De data moet fair zijn, daar kom ik zo direct nog even op terug, wat dat precies inhoudt. Daarnaast moet de opzet modulair zijn, zodat we heel makkelijk nieuwe technologieën kunnen integreren op het moment dat we dat van belang vinden en die informatie ook willen ontsluiten en meenemen in het systeem. En we willen het platform zoveel mogelijk automatiseren, zodat er minder kans is op humane fouten en we ook efficiënt met de data om kunnen gaan. Ik heb het net al even gehad over de FAIR data. FAIR, wat betekent dat? Nou, findable, accessible, interoperable en retrievable, of reusable, sorry. En dat staat eigenlijk voor vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar. Nou, wat houdt dat in? Dat klinkt heel simpel, maar door alle verschillende systemen is dat best een complex vraagstuk. En wat we gedaan hebben om dat in goede banen te leiden, is niet alleen een data-infrastructuur opgezet, maar ook van het begin af aan op een hele uniforme, structurele manier een minimale set basiskarakteristieken van alle patiënten verzameld voor onderzoeksdoeleinden. Vervolgens hebben we dat gestopt in een datamodel die in feite beschrijft welke eigenschappen we willen opslaan van een patiënt of een individu, over de diagnose, de verschillende weefsels en andere materialen. En ook de relaties daartussen beschrijft. Dus op die manier kunnen we de data ook toetsen aan het model en weten dat de data ook een goede kwaliteit en de goede inhoud bevat. Het tweede aspect, een ander aspect wat hier heel belangrijk bij is uiteraard de data-uitgifte. En dat is met name omdat we natuurlijk met privacygevoelige data werken, is ook heel belangrijk dat de veiligheid op orde is van dit soort systemen. Dus een hele belangrijke stap hierin is dat we de klinische data pseudonymiseren en daarna is het pas beschikbaar voor onderzoekers, waardoor de data niet direct herleidbaar is tot individuele patiënten. In het onderzoeksdomein kunnen we dan die data weer verrijken met extra onderzoeksdata, integreren we dat in die data-integratielaag of applicatie en kunnen we daarna de data verder exploreren en visualiseren voor onderzoeksdoeleinden. En dat wat dan nog de laatste stap is, eigenlijk om dat te embedden en het goed te laten landen in de organisatie, is uiteraard ook beleid nodig. Nou, daar komen we eigenlijk op het data stewardship stuk. En ik wil eigenlijk maar één voorbeeld hier uithalen wat we hier gedaan hebben. Maar dat betekent in feite dat dus, zeg maar, de combinatie van wat er nodig is op basis van het datamodel en de eigenschappen die we willen verzamelen, plus de benodigde eigenschappen van de data-infrastructuur en de veiligheidseisen die daar gesteld zijn, leidt het uiteindelijk tot de Data Identifier Policy, die ze beschrijft wat je allemaal mag doen en kan doen met dit soort data en hoe daarmee omgegaan hoort te worden voor onderzoek in het maximum. Dan terug naar even weer die data-landschap of data-integratieplatform. Ik wil eigenlijk even een aantal elementen er nog even kort uitlichten voordat ik overgaan naar die drie voorbeelden die ik nog even wil de revue laten passeren. En de eerste stap waar ik eigenlijk even wil laten zien is die data-integratielaag. Dus dat ontsluiten via GloamBear. En in feite geeft GloamBear toegang tot een catalogus met beschikbaar patiëntenmateriaal en de data. In dit geval hebben we van ongeveer 2100 patiënten is er informatie beschikbaar die we mogen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. En via deze grafische interface kun je dus zoeken door die data. En kan je kijken, oké, in dit geval heb ik hier een voorbeeldselectie gemaakt waar ik op zoek ben naar weefsels van een bepaalde type tumoren en waarbij de patiënt gediagnosticeerd is met een leeftijd tussen de 1 en de 10 jaar. In dit geval levert dat mij 763 patiënten op waarvoor dat materiaal en data eventueel beschikbaar is. Nou, op die manier hebben we dus een heel uitgebreid systeem waarbij je die data op een gestructureerde manier kan ontsluiten en ook kan doorzoeken. Als we even teruggaan naar het grotere plaatje, dus ik heb nu wat meer verteld, heel kort even verteld over de middelste kant. Ik wil graag nog even een paar dia's wijden aan dit stukje onderin, over de informatiesystemen die we neerzetten voor de bioinformatica en de genomics data-analyse. Heel belangrijk aspect daarin is dat we heel veel gedeelde taken hebben, zowel tussen diagnostiek, waar we dus naar ongeveer 2% van het DNA kijken, als voor het onderzoek waar we dus naar 100% van DNA kijken. Dus eigenlijk is het datavolume het grootste verschil tussen die twee taken. Of tussen die twee datastromen, moet ik zeggen. En als we kijken naar de taken die daar onderscheiden kan worden, heb je in feite eigenlijk over 6 verschillende taken die we daar onderscheiden, die dus ook relatief gelijkwaardig zijn tussen die twee datastromen. Aan de ene kant de data voorbereiding, het vergelijken met een zogenaamde referentiegenoom, de kwaliteitscontrole en daarna een drietal verschillende stappen of analysestappen om dus die DNA-afwijking te kunnen vinden. Dus enkele letters, duplicaties en grotere DNA-afwijkingen. Dus op die manier zijn dat eigenlijk hele gestroomlijnde processen. En de reden
om dat in één platform te zetten, zodat we daarmee hopen, of eigenlijk voorkomen dat we heel veel data dupliceren, want het zijn grote datavolumes, en tegelijkertijd ook het proces van de vertaalslag van onderzoek naar diagnostiek of naar zorg proberen te versnellen. En daarvoor hebben we dus een open source systeem verder doorontwikkeld. Dat noemen wij Treecode. Dat is ons management systeem voor de bioinformatica data, de genetische data. En dit Treecode data management systeem is in feite als een soort van hub voor al onze bioinformatica procedures en data-analyses die wij doen. Het interacteert of eigenlijk stuurt de opslag en de rekeninfrastructuur aan. Waardoor wij dus in feite, als je dat dan even een klein beetje uitsplitst, zeg maar een aantal rekentaken in een soort pakketje kunnen stoppen, in een bioinformatica-pijplijn. En dan in feite alleen maar hoeven te definiëren welk materiaal gaat het om, welke strategie willen we bewandelen. Dus is dat de whole genome of de whole exome? Welke analyses willen we draaien? Welk referentiegenoom moeten we gebruiken? En vervolgens komt daar een hele workflow uit die dan uitgevoerd wordt. En het systeem draagt dan zorg voor dat het op een lokaal rekencluster kan uitgevoerd worden. En in de toekomst willen we dat ook naar de cloud brengen, zodat we daar ook meer capaciteit tot onze beschikking hebben en ook samenwerken internationaal kunnen faciliteren. En omdat dat systeem grotendeels geautomatiseerd is, en we dus als bioinformatici ons bezig kunnen houden met deze bioinformatica pipelines of rekenopdrachten, dat betekent ook dat wij dus vooral kunnen richten op het omschrijven van die taken en niet zozeer op de onderliggende infrastructuur, want dat haalt het systeem eigenlijk die complexiteit helemaal weg bij ons. En daarnaast, een ander voordeel, of twee andere voordelen, is dat we met, omdat het systeem precies weet wat de status is van de verschillende data-analyse die lopen, kunnen ook op een bepaald moment, stel dat er een crash is, de data-analyse vanaf dat punt weer verder oppakken en doorgaan. Goed om rekening mee te houden dat een aantal van die data-analyses al snel een paar dagen duren. Dus dat is wel heel handig als je dan daar halverwege weer verder kan en niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. En het andere aspect is dat we daarmee ook zorgen dat we in de toekomst dezelfde analyse op exact dezelfde manier kunnen uitvoeren. Dus dat komt weer terug op dat fair principe. De andere kant van dat Treecode data management systeem, dus ik heb nu vooral even wat laten zien over die achterkant, dus wat gebeurt er onder de motorkap, zeg maar, met dat systeem. Het andere aspect is dat we natuurlijk ook de data willen presenteren naar de eindgebruikers. En dat kan zijn dat het andere bioinformatie zijn, maar ook klinici of andere eindgebruikers. En er zitten een aantal stappen tussen, met name een stukje data opschoning of verfijning, maar ook deels transformatie op het moment dat het naar een ander format moet, of bijvoorbeeld de data deels moeten samenvatten. En vervolgens kunnen we dat dan weer terugbrengen naar bijvoorbeeld die cloning bear interface, naar dat centrale catalogus van patiëntmateriaal informatie. Maar we bieden het ook aan in CBI Portal. En CBI Portal is een applicatie waar je in feite op een laagdrempelige manier door die genetische data kan kijken en zien wat er is nu aanwezig. Dus we zien bijvoorbeeld welke afwijkingen hebben we nagekeken, welke type tumoren zijn nu aanwezig. En we zien ook bijvoorbeeld van een aantal van die genen die dan vaak afwijkingen hebben, hoe vaak dat dan precies voorkomt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar KMT2C hier als voorbeeld, zie je dat dat x aantal keer voorkomt in de dataset die we hier hebben. En op dit moment hebben we daar sinds augustus hebben we daar de eerste release beschikbaar gesteld, waarbij we dus in totaal naar zo'n 600 whole genomes gekeken hebben, of dus naar de DNA-afwijking van ongeveer 600 patiënten gekeken hebben. En voor ongeveer 1300 patiënten dus naar de activiteit van die genen gekeken hebben, door middel van die RNA-seq data. Nou, dus deze data is enorm waardevol voor heel veel onderzoeken die ook nog gaan lopen of al lopen. Als we even terugkomen op die data-integratieplatform of dat data-ecosysteemlandschap. Dit zijn nu op dit moment de huidige systemen die aan gekoppeld zijn, maar we zijn tegelijkertijd ook bezig om dan nog een aantal nieuwe databronnen aan te koppelen. Dus onder andere bijvoorbeeld klinische databases om die informatie goed te kunnen ontsluiten. Maar ook informatie over radiologiebeelden, informatie over digitale pathologiebeelden, informatie over psychosociaal onderzoek en ook informatie over vloeibare biopten waar Lieve Tijd gehad 3 weken geleden ook over verteld heeft tijdens haar UHD-lezing. En om dit geheel goed te borgen in de organisatie, heb ik in 2020 dit geheel ondergebracht, of deze activiteit in mijn groep ondergebracht, onder een nieuwe onderzoeksfaciliteit, de Big Data Core. En zoals al eerder aangegeven, bevat dat een viertal verschillende activiteiten. Dus aan de ene kant de translationele bioinformatica, waar we dus de data-analyses doen in de context van diagnostiek. De biobank bioinformatica, waar we de data-analyses uitvoeren voor de biobank data, de data-infrastructuur die we coördineren samen met het Trial and Data Centrum en IT vanuit het Maxima, om te zorgen dat we daar een goed systeem neerzetten om die data te kunnen ontsluiten voor onderzoek. En beleid rondom
datamanagement en goed gebruik van data binnen het Maxima. Om een aantal voorbeelden te geven waar we nu staan op dat vlak. Dus in de translationele bioinformatica, dus de diagnostiek, hebben we ondertussen zo'n 700 patiënten dus de DNA-afwijking in kaart gebracht. Voor ongeveer 1700 patiënten gekeken naar de activiteit van die verschillende genen. En dan heb je het over ongeveer een 60 terabyte aan data wat we in de loop van de tijd verzameld hebben. De tegenhanger daarvan vanuit de biobank hebben we gekeken naar ongeveer 650 biopten en welke DNA-afwijkingen daar voorkomen. En ongeveer een 1300 biopten waar we gekeken hebben naar de activiteit van die genen. En dat is omdat het volume veel groter is, bevat dat ongeveer een 240 terabyte aan data. Dus ook een enorm groot datavolume. En iedere maand komt er ongeveer een 10 terabyte aan data bij. Dus dat zijn best wel grote volumes waar we mee te maken hebben en ook goed beheerd moeten worden. Aan de andere kant over de data-infrastructuur. Hebben we dus nu de beschikking over een centraal patiëntencatalogus of register, waar we dus informatie op kunnen zoeken over beschikbaar materiaal en data. Het V-code systeem waarbij we dus de genetische data in feite beheren en ook de analyses en de resultaten bijhouden. En via CBI Portal dus de genetische data ook kunnen ontsluiten en onderzoekers daar doorheen kunnen zoeken. Een laatste aspect rondom data stewardship. Ik had even kort wat verteld over de Research Identifier Policy, waarmee we dus het beleid deels neerzetten, maar ook het organiseren van een community of gemeenschap rondom data stewardship. Met allerlei data stewardship bijeenkomsten. Maar ook een data management template die we neergezet hebben voor onderzoeksprojecten aanvragen. Dus met dat geheel denken wij echt dat we daar grote invloed kunnen hebben. En ook kunnen zorgen dat de goede data en de goede data-infrastructuur aanwezig is. Dus tot nu toe heb ik eigenlijk de eerste helft zo'n beetje gesproken over de technologie gedreven zaken binnen mijn onderzoeksgroep. Ik wil eigenlijk nu de switch maken naar hoe we dat dan in de praktijk gebruiken. Ik wil daarvoor eigenlijk een eerste project pakken wat veel meer aan die basale fundamentele onderzoekskant zit. Dat gaat over genetische interacties. En daarvoor heb ik één onderwerp of één project eruit gelicht. Wat gedreven is, of eigenlijk uitgevoerd is, vooral door Josephine Doub, een postdoc die bij mij in het lab heeft gewerkt. En Samad Amini, een voormalig AIO in het lab. En ook hier zijn linkjes naar de artikel wat afgelopen zomer uitgekomen is, maar ook wat toegankelijk materiaal voor ouders op het moment dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Wat zijn nu genetische interacties en wat is nu de rol van genetische interacties in kanker? Nou, het is goed om te weten dat vele vormen van kanker niet gedreven worden door één enkele afwijking DNA, maar vaak door meerdere. En we spreken over een genetische interactie op het moment dat de combinatie van die twee afwijkingen in DNA leidt tot een onverwacht effect. En dat is belangrijk omdat we door dat te bestuderen hopen meer inzicht te krijgen in hoe een tumor ontstaat en ontwikkelt, maar ook hoe we die genetische interacties kunnen gebruiken om te komen tot nieuwe therapeutische interventies en daarmee gerichter de kankercellen kunnen doodmaken. En de meest eenvoudige vorm van de genetische interactie is een synthetisch letale interactie, of synthetisch letaal. En ik wil het eigenlijk uitleggen aan de hand van een klein voorbeeldje, waarbij ik twee genen getekend heb, gen A en gen B, die allebei bij hetzelfde proces betrokken zijn. Of eigenlijk in hetzelfde proces kunnen aansturen. Op het moment dat een afwijking is in gen A of in gen B, heeft dat geen effect, omdat het andere gen de activiteit kan overnemen, waardoor de cellen gewoon gezond zijn. Echter, op het moment dat beide genen een afwijking hebben, dus een mutatie hebben of een afwijking hebben in DNA, kan de cel dat niet meer opvangen en gaan de cellen dood. De verwachting is dat we die combinatie dus niet zien, omdat dat dus de combinatie van die twee mutaties, de twee afwijkingen in DNA, dodelijk is voor de kankercellen. Nou, stel dat we nu weten dat we in bepaalde type tumoren altijd gen A terugvinden. En we weten ook welke combinatie dan dodelijk is. Dan zouden we natuurlijk dat kunnen gebruiken om die tweede mutatie of die tweede inactiviteit te introduceren. Nou, dat is één heel bekend voorbeeld van in borstkanker. Dus borstkankercellen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie zijn afhankelijk van een ander proces om DNA-schade te repareren. Dus op het moment dat dit gen niet meer functioneert, is het afhankelijk van het tweede proces. En op het moment dat ik dat tweede gen ook uitschakel, gaan de cellen dood. Nou, daar is een medicijn voor op de markt die precies dat proces ook uitschakelt. Om dus dat DNA-schade te kunnen herstellen. Dat, in dit geval is dat een PARP inhibitor. Nou, dat principe willen we ook proberen toe te passen binnen de kinderkanker. Maar hoe vinden we dan die genetische interacties? Want dat is natuurlijk uitgaande van dat je het weet wat we bijvoorbeeld met die borstkanker weten. Maar dat weten we heel veel soorten natuurlijk niet. Nou, hoe vind je die nu? Eén manier om dat te doen is om terug te gaan naar het lab met allerlei modelorganismen en modelsystemen om uit te zoeken welke mogelijke interacties kan ik nu vinden door allerlei afwijkingen te introduceren in verschillende cellen.
Wat wij doen, is we gebruiken de bestaande DNA-data om daar in de kaboeten naar te zoeken. Van welke combinaties vind ik nu heel vaak of heel weinig voorkomen. En wat we dus in feite doen, is dat we zoeken naar die genkoppels met DNA-afwijking of die genetische interacties, die juist heel vaak of heel weinig voorkomen, vaker of minder vaak voorkomen dan we zouden verwachten, op basis van de mutatiefrequentie van de individuele genen. En wat we gedaan hebben binnen kinderkanker, is dat we dus dat in kaart hebben willen brengen. En omdat we daarvoor heel veel data nodig hebben, zijn we hier ook gaan samenwerken met twee andere grote kinderkankercentra. Het St. Jude in Amerika en DKFZ in Duitsland. En dat betekent dat we nu de beschikking hebben over de data vanuit St. Jude van meer dan 1600 patiënten, verdeeld over 6 verschillende vormen van kinderkanker. Vanuit DKFZ hebben we de beschikking over DNA-data van 900 patiënten, verdeeld over 24 verschillende soorten van kinderkanker. En vanuit de Maxima zijn we nog bezig om daar op dit moment ook nieuwe data aan toe te voegen van ruim 500 patiënten, waardoor we in de toekomst van bijna 3000 patiënten die informatie hebben en kunnen combineren. Nou, die eerste kaart, gebaseerd op die eerste twee datasets, hebben we dus afgelopen zomer in een artikel gepubliceerd. En dat heeft ons een eerste 25 van die genkoppels of van die genetische interacties opgeleverd. En daar wil ik even een klein beetje, een kort tijdje bij stilstaan. Dus aan de ene kant vinden we in deze kaart een aantal interacties die we dan die co-occurring, dus die heel vaak samen voorkomen. En dat zijn de blauwe lijntjes. Als ik dan even één voorbeeld kan pakken, bijvoorbeeld tussen JAK1 en JAK3. Wat betekent dat blauwe lijntje nu? De feit dat als ik een afwijking in de DNA zie van JAK1, zie ik hem bijna altijd ook in JAK3. Dus dan treedt het eigenlijk samen op. Aan de andere kant, de rode lijnen geven juist aan als ik dat heel vaak niet zie. Dus als ik heel vaak bijvoorbeeld een afwijking zie in P53, zie ik hem niet in DROSHA en andersom. Dus dat zijn de soort lijntjes die we hier willen vinden. En los van deze kaart wil ik daar even een aantal elementen uithalen die ons helpen bij de biologische interpretatie. Dus aan de ene kant hebben we bijvoorbeeld die interacties die heel weinig voorkomen, die betrokken zijn bij eenzelfde proces. En daar is het heel logisch dat we ze daar vinden, want als je één gen uitschakelt, maakt het niet uit wat de tweede gen doet, omdat het al uitgeschakeld is of het proces is al uitgezet. Dus een tweede gen tweede gen uitschakelen heeft daar geen zin meer en heeft geen effect op dat specifieke biologische proces. Aan de andere kant, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld hier waar we dus weten dat dit verschillende kankertypen zijn. Dus dan zien we die uitsluitende of die combinatie niet omdat het voorkomt bij de ene kankertype, maar niet bij de andere. En dat is de reden waarom we dat zien. Maar de meest interessante waar we dus verder mee aan het gaan zijn, zijn degenen die mogelijk synthetisch letaal zijn. Dus dat zijn degenen die in combinatie mogelijk dodelijk zijn voor de kankercellen. Die zijn natuurlijk heel interessant om te kunnen gebruiken voor eventueel toekomstige therapeutische interventies. Nou, daar zijn we nu ook nog verder mee bezig, want dat heeft ook meer onderzoek nodig. Eén voorbeeld daarvan is waar wij met de groep van Jarno Drost naar P53 en DROSHA in Wilms-tumoren aan het kijken zijn. Dus een bepaalde niertumor. En daar denken we van dat heel slecht is voor die kankercellen. Nou, daar volgen nu, of zijn nu een aantal proeven op het lab mee bezig om dat verder aan te tonen en die hypothese te kunnen testen. En daarnaast zijn we ook bezig om deze kaart verder uit te breiden met extra bioinformatica analyses. En op die manier meer te weten te komen over de verschillende processen die aan de gang zijn en wat de rol daarvan is binnen kinderkanker. Als we dan even teruggaan naar het grotere plaatje. Dus ik heb nu wat verteld over een voorbeeld van basaal onderzoek of fundamenteel onderzoek en hoe dat werkt in de praktijk. Ik wil nu een stapje maken naar wat meer translationeel, pretranslationeel onderzoek, waarbij we gekeken hebben naar de grotere DNA-afwijkingen. En daarvoor wil ik het werk laten zien van Jante van Belsen, AIO, bij mij in de groepen, samen met Jane. En daar wil ik met name even richten op een specifieke DNA-afwijking, namelijk een genfusie. Wat is een genfusie? Het is in feite waarbij twee stukjes van twee verschillende genen aan elkaar geplakt zijn. Doordat er een stuk DNA verdwenen is of weggeknipt of op een andere manier geschuffeld is. Dus dat betekent in dit geval bijvoorbeeld, ik heb twee genen, gen A, gen B. Het hele gen A is alle blauwe stukjes en gen B alle rode stukjes. En wat je ziet is dat door afwijkingen in de DNA of door dat te knippen en te plakken, het eerste stuk van het gen A wordt geplakt met het tweede stuk van gen B, waardoor er een nieuw, wat we noemen genfusieproduct, ontstaat. Nou, en dat genfusieproduct kan weer leiden tot mogelijk afwijkend gedrag, omdat dan bijvoorbeeld de genen inactief worden of juist actiever worden, waardoor allerlei effecten kunnen krijgen. Om daarna te zoeken, hebben we gebruik gemaakt van ook hier weer een cohort van patiënten waar we gekeken hebben naar hier de DNA-afwijkingen en ook naar bewijs op RNA-niveau, dus voor die genfusies. In totaal hebben we daarvoor 130 patiënten de data van gebruikt. Ook weer verdeeld over heel veel verschillende soorten tumoren. En dan door een combinatie van de data en algoritmes
om te zoeken naar die nieuwe genfusieafwijkingen, vinden we daardoor ten eerste een aantal bekenden terug. Dus in 30 van deze patiënten zijn reeds bekende genfusies aanwezig. Die vinden we ook allemaal terug met tumor-DNA-support. Maar daarnaast vinden we ook nog eens 162 extra genfusies in deze patiënten terug. En dat is hier aangegeven op deze figuur, waarbij we op de x-as de verschillende patiënten zien en op de y-as zien we het aantal fusies wat we per patiënt vinden. In de grijze achtergrondwaarde zien we dan de genfusie waarvoor alleen maar RNA-bewijs is. Dus daarvan denken we dat dat geen echte tumorspecifieke genfusies zijn. En in de gekleurde bolletjes zien we voor de verschillende patiënten het aantal genfusies wat we extra vinden bovenop de reeds klinisch relevante genfusies. Dus dat biedt een hele mooie discovery cohort om allerlei extra bevindingen te doen en ook nieuwe hypotheses te kunnen testen. Een aantal van die hypotheses hebben we even wat verder naar gekeken door ook de data daar weer verder te gebruiken. En die kan ons helpen bij de interpretatie van die nieuwe genfusieafwijkingen. Een voorbeeld daarvan is een mogelijke verstoorde werking van tumorsuppressorgenen. Dus tumorsuppressorgenen zijn genen die normaal gesproken de ongecontroleerde groei, of eigenlijk actief zijn en daarmee ongecontroleerde groei remmen van cellen. Nou, op het moment, in dit geval hebben we dus twee voorbeelden waarbij dus weer een stukje van één gen geplakt is aan een stukje van een ander gen, dat voor beide gevallen. En als we dan kijken naar de activiteit van die genen, zien we dat een aantal van deze genen duidelijk de activiteit afneemt. Wat dus zou kunnen wijzen op een verstoorde werking van deze tumorsuppressorgenen. Aan de andere kant zijn er ook genfusies waar een oncogen bij betrokken is. Dus dat zijn genen die juist leiden tot ongecontroleerde groei op het moment dat ze altijd aanstaan. En daarvoor vinden we op basis van een aantal voorbeelden, waarbij ook weer die twee genen aan elkaar geplakt zijn, een aantal voorbeelden waar we duidelijk zien dat de activiteit toegenomen is en dus mogelijk deze overactief zijn in de specifieke tumorsamples. Uiteraard is daar nog meer onderzoek naar nodig om dat verder uit te zoeken. Dit is een eerste data-analyse, maar verdere vervolgproeven en data-analyses zijn nog nodig om dat verder te kunnen specificeren. Dat brengt me eigenlijk bij het laatste onderzoek wat ik als voorbeeld wil gebruiken of toepassing. Dat zit hem aan de translationele bioinformatica, waar we dus in feite hetzelfde doen, maar dan op basis van de RNA-seq data, dus alleen de RNA-seq, om de genfusies in de diagnostiek toe te passen. Dus dat is werk primair van Jane en Marco. Uiteraard een opdracht, CQ, nou in samenwerking met Bas Tops, hoofd van het Diagnostisch Lab. En dat is een artikel wat nu bijna uitkomt en binnenkort beschikbaar zal zijn. Waar we dus juist de validatie van de nieuwe methode getest hebben. En dat hebben we gedaan door een tijd geleden een aantal patiënten, in totaal 257 patiënten, tussen december 2018 en mei 2019, parallel door het diagnostisch proces te laten lopen. Dus aan de ene kant hebben deze patiënten blootgesteld aan de bestaande technieken, waarmee je dus met hele specifieke assays kijken naar welke afwijkingen er vinden zijn. En daarnaast ook deze patiënten met RNA-seq bekeken hebben om te kijken van, okay, welke genfusies vinden we nu onafhankelijk van de verschillende onderliggende technieken. De patiënten die daarin voorkomen zijn verdeeld over de verschillende kankergroepen, dus de bloedkankers, de vaste en de hersentumoren. Wat we eigenlijk ook verwachten dat we nu in principe met deze studie, of eigenlijk deze validatie, alle patiënten die binnenkomen opgenomen of meegenomen hebben. Er zijn een aantal zaken die we daarin terugzien. Dus enerzijds zien we een heel goede overlap tussen de bestaande technieken. Dus het zijn de targeted assays, zoals we dat noemen. Dus dat zijn hele specifieke assays. Als je kijkt naar de genfusies die niet gevonden worden, dus dat in de blauwe balkjes, zien we dat eigenlijk over de verschillende soorten tumoren heen, dat we daar heel goede overeenstemming hebben. Hetzelfde geldt ook voor de blauwe balkjes, waar we de genfusie met beide methodes vinden. En tegelijkertijd zijn er een aantal genfusies, dus dat zijn de gele balkjes, die we alleen maar vinden in de RNA-seq data en niet gevonden hadden in de klassieke assays. En nadat we deze extra gevalideerd hebben, bleek dat deze daadwerkelijk aanwezig waren. Dus die zijn gewoon gemist met die traditionele assays. Een andere belangrijke conclusie is dat we in deze opzet ook geen relevante, klinisch relevante fusies gemist hadden. En in de praktijk, door dus die extra genfusies die we vinden, hebben we dus een 40% toename van het aantal klinisch relevante genfusies wat we vinden op deze manier. En om daar nog even iets meer op in te zoomen, op de genspecifieke of genfusie-positieve gevallen. Belangrijke onderdeel is dat een groot deel consistent is met wat we reeds vonden. Dus dat is op zich natuurlijk een hele goede bevestiging. Tegelijkertijd, in de informatie, of de genfusies die we al eerder gevonden hadden, hebben we ook extra informatie, bijvoorbeeld over welke fusiepartner bij betrokken is, of een preciezere bepaling van het breekpunt in het DNA, wat ons dus verder kan helpen bij een verdere bepaling, of beter begrip van de biologie. En voor de extra genfusies die we gevonden hebben,
is dat deels te wijten aan het feit dat ze gewoon niet getest waren. Dus dat is op zich natuurlijk iets wat je heel makkelijk kan oplossen door ze daar wel voor te testen met de traditionele assays. Maar belangrijker is dat we ook een aantal atypische breekpunten vonden die dus niet gevonden werden door die assays, omdat ze daarvoor niet ontworpen waren. Dus dat pikken wij nu wel gewoon op. En ook de complexere gebieden in het DNA, zoals met IgH rearrangements, kunnen we ook makkelijker oppikken met dit soort technieken. Al blijft dat nog steeds wel een heel moeilijk deel van het DNA. En misschien nog belangrijker om toch even te melden nog, of te noemen, is dat we ook in deze RNA-positieve genfusies een aantal nieuwe therapeutische genfusies hebben gevonden die dus direct gebruikt kunnen worden om de behandeling te verbeteren van de verschillende patiënten. Dus daarmee hebben we direct impact of invloed op de behandeling van de patiënten. Samengevat, met deze data-infrastructuur van de biobank heeft dat een hele grote impact voor een aantal aspecten. Dus ten eerste voor de patiënt, waarbij we dus in dit specifieke geval, of dit specifieke voorbeeld dat ik hier heb laten zien, een gevalideerde opzet hebben met een 40% hogere gevoeligheid ten opzichte van de meer targeted assays. We bieden dit ook als enige ziekenhuis in Nederland aan voor nagenoeg alle patiënten. Dus daarmee hopen we echt wel innovatie te kunnen bewerkstelligen, ook in de diagnostiek. Voor de onderzoekers hebben we sinds de start heel veel meer data beschikbaar. Er zijn ondertussen zo'n 264 onderzoeksprojecten die daar gebruik van maken. Hebben 183 dataverzoeken behandeld en hebben dus zo'n 300 terabyte aan genetische data verzameld. En daarnaast, als we kijken naar de organisatie, door de manier waarop we zeg maar die biobank georganiseerd hebben, merken we ook dat we de Agile Scrum, dat is een bepaalde manier om projecten aan te sturen, ook veel meer toegepast wordt, daardoor er een betere projectbeheersing gerealiseerd wordt. En daarnaast, door de inzet van heel veel mensen in het Maxima, zijn we ook in staat geweest om sinds de start van de biobank eerst 1000 patiënten te materiaal te verzamelen. Ondertussen zitten we op ruim 2000 patiënten waarvoor materiaal is opgenomen. En 95% van de patiënten geeft ook toestemming voor het gebruik van de data voor onderzoek. Dus daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. Het laatste slide die ik nog even wil belichten is dat we uiteraard dit soort activiteiten niet doen alleen. Dus we doen het in samenwerking met heel veel anderen en ook in samenwerking met heel veel andere mensen. Dus ik ben daarom ook heel erg vereerd dat ik ook onderdeel mag zijn van Speerpunt Kanker, waar ik hoop dat we die samenwerking verder kunnen uitbreiden en kunnen verstevigen. Daarnaast zijn we ook betrokken bij een aantal onderwijsactiviteiten, met name op master- en PhD-niveau, bij de Universiteit Utrecht. Dat doen we met name vanuit het Utrecht Biomedical Center, waar we een aantal bioinformatica activiteiten coördineren als het gaat om onderwijs, de community of gemeenschap, maar ook de infrastructuur die nodig is voor de levenswetenschappen in Utrecht. En we interacteren, of nemen ook deel aan natuurlijk de landelijke organisaties rondom bioinformatica, systeembiologie. En uiteraard werken we ook internationaal samen met onze belangrijke partners als het gaat om kinderoncologie, St. Jude, Kids, maar ook ITCC. En als er meer technologie gedreven is, bijvoorbeeld de Global Alliance for Genomics and Health, maar ook Elixir en Fair Genomes, waar we dus een aantal van dit soort zaken ook weer terugbrengen. En met deze laatste slide wil ik iedereen heel erg hartelijk danken. Met name te beginnen met de ouders en kinderen. Zonder hun medewerking was dit nooit mogelijk geweest. Dus heel erg dank daarvoor. En daarnaast natuurlijk alle andere mensen en groepen die hierbij betrokken zijn. Het zijn te veel namen om allemaal op één slide te krijgen. Dus ik heb met name even de verschillende groepen en projectteams hierop vermeld. Maar dat was zonder hun ook nooit mogelijk geweest. En natuurlijk de financiering via een aantal organisaties waarmee we dit ook van de grond kunnen zetten. Dus dank u wel. Ik ben onder de indruk. Ja, nou, geweldig dat jij onderdeel wil en kan zijn van het Speerpunt Kanker in het UMC Utrecht. Je hebt laten zien dat je heel complexe structuren heel simpel kan uitleggen, maar het is zeker niet zo gemakkelijk geweest om dat allemaal op te bouwen. Je hebt ook laten zien dat je het niet allemaal in je eigen belang doet. Dat is denk ik ook een belangrijke eigenschap die ik net heb geproefd. Dus je bent ook echt dienend voor de hele groep om deze data te verzamelen en later de PhD te helpen als je op een knopje drukt dat de data ook komen. Dat betekent, je moet ook als eigenschap hebben dat je over muren kan stappen en dat je mensen kan verbinden. Wat ik denk een enorm belangrijke eigenschap in deze tijd is. En je kan op zoek gaan naar levensvatbare combinaties en combinaties die misschien niet zo goed zijn, wat ik denk ook in het normale leven belangrijke eigenschappen zijn. Nou, ik zou zeggen, maak als het mag met 4 mensen vandaag een feestje uit. Ja, van harte welkom in het UMC Utrecht in Speerpunt Kanker. Oké, dank u wel. Proost. Oké, proost.